Lekker. Lekker zoet en niet vet, dat vind ik een voordeel. Waar melk gedronken wordt, gluten. Hebben ze er altijd zin in? Ze staan eigenlijk altijd te popelen voor de deur als ze horen dat we met de melkmachine bezig zijn. Rekenen we tot prestaties in alle takken van sport. Met liquid kan, per dag, per man, komt niemand iets te kort. En wat we ook heel vaak moeten doen, dat is de merries tellen. En goed in de gaten houden wie er geweest is, want ze sluiten gewoon weer achteraan. Ja, ze gaan liever twee keer. Dat vinden ze heel leuk. Paardenmelker Gerrianne Nagelhout heeft op dit moment 4 melkpaarden. En dat is goed voor zo'n 12 liter paardenmelk per dag. Maar de vraag blijft stijgen. Ik weet nog wel, voor een paar jaar terug hadden we wel eens iets van, alle voorraden zijn vol. Laten we een dagje de tent sluiten en een dagje weggaan. Maar dat zit er al een aantal jaren niet meer in. We moeten echt alle dagen melken en vaak ook in het weekend. Erg veel werk voor maar een klein beetje melk. Maar volgens de drinkers wel goed voor verschillende klachten. Omdat ik altijd last heb gehad van een spastische darm. En sinds ik paardenmelk drink, heb ik daar geen last meer van. Ik heb er heel veel baat bij. Ik ben minder moe en ja, ik voel me gewoon heel goed erbij. Maar wie zich goed wil voelen, moet wel flink in de buidel tasten. Want een liter paardenmelk kost maar liefst €8,75.